De salarissen van de president, de VP, de ministers, de DNA-leden zijn in het huidige systeem gekoppeld aan dat van de ambtenaren. Dus die 20% verhoging die nu ingaat, die hebben de president, de VP, de ministers en de DNA-leden ook gekregen. Elke loonsverhoging geldt voor alle schalen en niet alleen voor de top. Met deze wetsvoorstellen worden de salarissen van de VP, de ministers, de DNA-leden losgekoppeld van de ambtenaren en gekoppeld aan dat van de president. Vervolgens wordt het salaris van de president in artikel 3 van de wet geldelijke voorzieningen pres en VP fors verhoogd. In eerste instantie was het al fors verhoogd naar 80.000 SRD. Enkele dagen geleden is een amendement ingediend om het nog meer te verhogen naar maar liefst 170.000 SRD. Dat betekent dus dat alle salarissen van de top minimaal 400% omhoog zullen gaan en dan zijn de emolumenten nog niet eens meegeteld. Vervolgens zegt artikel 25 dat bij of krachtens staatsbesluit nadere regels en voorschriften kunnen worden vastgesteld voor artikel 3 waar het salaris wordt bepaald. Betekent dit dat het salaris van de president en daarmee van de gehele top van het land stilletjes middels een staatsbesluit kan worden verhoogd? Of dat er middels een staatsbesluit bijvoorbeeld 20 maanden salaris kan worden gegeven zonder naar DNA te komen? Graag duidelijkheid. In ieder geval gaat alleen de top van het land een forse loonsverhoging krijgen van minimaal 400%. Dat is vele malen meer dan die 25% die met veel moeite voor de ambtenaren is bedongen. Dat is je reinste misleiding en ik ga het toelichten, voorzitter. Een belangrijke reden die is gegeven is bezuinigen en daarom mogen gewezen DNA-leden en ministers niet meer voor het leven worden verzorgd. Dat is te begrijpen, maar een wet kan niet worden aangenomen met TWK. Voorzieningen die toen zijn toegekend kun je helaas niet weghalen. Dat is de realiteit, hoe graag je dat ook wilt doen. Deze wetsvoorstellen zullen dus gelden voor de gewezen ambtsdragers van het volgende termijn. Je haalt die voorzieningen weg, maar tegelijkertijd geef je een forse loonsverhoging van minimaal 400%. Dat is geen bezuiniging, dat is misleiding. Een andere reden die is opgegeven is dat de salarissen van de drie machten moeten worden gesynchroniseerd. Als dat zo is, dan had je de salarissen van de DNA-leden kunnen optrekken naar het niveau van de andere twee machten. Want de DNA-leden krijgen nog het minst van de drie machten. Dus als je het zo mag zien, voorzitter, als dit het niveau is van het salaris van de rechterlijke macht, dan is dit het niveau van het salaris van de regering. De DNA-leden zitten hier. Maar wat nu wordt voorgesteld is, in plaats van dat het gelijk wordt getrokken, wordt van de regering 400% verhoogd om daarna van die twee machten daarna dat niveau te trekken. En als dat zo is, voorzitter, laten we eerlijk zijn, het gaat niet om balans brengen, het gaat niet om bezuinigen, het gaat om hebzucht. Door het nu los te koppelen van de ambtenaren krijgt alleen de top een forse loonsverhoging en de rest moet het maar doen met die 25% loonsverhoging. Het doet denken aan het raadsvoorstel van de regering waar ze zichzelf een koopkrachtversterking van 150% wilde geven. En de rest van de samenleving mocht het doen met een lousie 1800 SRD. Gelukkig is het niet doorgegaan, maar wat ik nog het meest kwalijk vind is dat uitgerekend DNA-leden nu met deze wetsvoorstellen zijn gekomen. Waar zijn jullie mee bezig? En dat brengt me naar mijn vraag aan de initiatiefnemers, lid Gayadin en lid Jordan. Wat hebben de drie machten zo gepresteerd in de afgelopen 4 jaren om die forse loonsverhoging te rechtvaardigen? En ik wil het toelichten om dan tot een conclusie te komen, voorzitter. Laten we beginnen bij de regering. Wat heeft de regering gepresteerd in de afgelopen 4 jaren om een forse loonsverhoging van minimaal 400% te rechtvaardigen? Misschien moet ik beginnen met de vraag, welke minister verdient volgens u een loonsverhoging? Precies, geen enkele. Het beleid van de afgelopen 4 jaren is falikant mislukt op alle fronten. De veiligheid, de volksgezondheid, het onderwijs, allemaal kapotgeslagen. De prijzen in de winkel zijn onbetaalbaar geworden. Kinderen moeten stoppen met school om te gaan werken, want het gezin komt niet uit. Roof, inbraak, moord, verkrachting en zelfmoord nemen schrikbarend toe. Ondertussen gaan de IBS-tarieven alsmaar omhoog. Brandstof, water, gas ook. Alle subsidies worden abrupt weggehaald en het sociaal vangnet voldoet totaal niet. Mensen registreren en registreren, maar toch krijgen ze geen koopkrachtversterking. Anderen krijgen zonder te registreren. Monikata is na 4 jaren nog steeds een hoofdpijn. Naast alle ellende die ik heb genoemd, voorzitter, wordt de samenleving geconfronteerd met pietluttige problemen als vuil ophaal. Vuil ophaal, voorzitter, afvoeren toch.
Letterlijk niets heeft de regering kunnen oplossen in de afgelopen 4 jaar. Daarnaast worden critici en journalisten de afgelopen 4 jaar openlijk bedreigd en gemuilkorfd. En steeds worden onwaarheden verkondigd in DNA door de regering. De president beweert steeds dat er een negatieve monetaire reserve is overgenomen. Dan was de staatskas leeg achtergelaten. Maar uit de verslagen van de Rekenkamer, Bureau Staatsschuld, Centrale Bank, blijkt dat het niet waar is wat de president zegt. Precies. Zo ook was het land nooit in een internationaal isolement tijdens de vorige regering. Staatsolie was nooit verpand. Integendeel, er wordt ieder jaar honderden miljoenen US dollar gestort in de staatskas. Dankzij de investeringen in olie en goud door de vorige regering. In plaats van regeerverantwoordelijkheid te nemen, wordt er steeds de vinger gewezen naar de vorige regering. En dat getuigt van de incompetentie. Wat is dan de rechtvaardiging om minimaal 400% loonsverhoging te willen geven aan de regering? Als de loonsverhoging is bedoeld voor de volgende regering, dan moeten ze zich eerst gaan bewijzen, zeg ik dan. Daarom zeg ik, het is misleiding, voorzitter. En dan kom ik bij de rechterlijke macht. Voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen verhoging van salaris van de rechterlijke macht. Ik ben juist van mening dat ze al goed betaald moeten worden om vooral corruptie tegen te gaan. En de afgelopen 4 jaren hebben ze een aantal forse verhogingen achter elkaar gekregen. En ik ben blij dat de president van het Hof zelf aangeeft dat er knelpunten zijn die het vertrouwen in de rechtspraak aantasten. Naar mijn mening, voorzitter, is dat vooral te wijten aan de handelingen van het OM in de afgelopen 4 jaren. En dat wil ik toelichten. Geen enkele van de spraakmakende corruptieschandalen van deze regering lijken te zijn opgepakt door het OM. Nieuwsurfing, HPSG, mensensmokkel Haiti, fraude bij de Centrale Bank, fraude Telesur, Sabaku Village, fraude SLM om maar enkele te noemen. Stelselmatig worden presidentiële onderzoekscommissies ingesteld die geen enkel verslag hebben gepresenteerd aan de samenleving en aan DNA. Hoe is het mogelijk dat het OM de onderzoeken overlaat aan de overheid bij zaken waar de overheid zelf mogelijk bij betrokken is? Het is grove belangenverstrengeling, maar uitgerekend het OM vindt dat geen probleem, kennelijk. Bij al die cases hadden toch alle betrokken ambtenaren, ministers, zelfs de president, in afwachting van een onderzoek van het OM op non-actief moeten zijn gesteld. Het gebeurt maar niet, en bij cases waar politiek andersdenkende zijn betrokken zien we dat de mensen eerst worden opgesloten met een contactverbod om daarna pas onderzoek te verrichten. De zoon van de president zelf heeft hierover zelfs publiekelijk beweerd dat het doel is om politieke tegenstanders te vernederen. Klopt dat? Hij heeft overigens een heel duur huis gekocht in Miami in US dollar contanten. Is er ambtshalve al een onderzoek gestart door het OM of de anticorruptiecommissie? Ondertussen loopt er zelfs een aanklacht van corruptie tegen de president en minister OW en andere ministers in de case Panam. Wat is de status? Er was een gerechtelijk vooronderzoek gestart door het OM waarin niemand verdachte is. Hoe is dat mogelijk? Onlangs werd ook bekend dat IDB een gunningsproces bij OW heeft stopgezet vanwege mogelijke corruptie. Is daar ook onderzoek naar verricht door het OM? Interpol heeft OM op de vingers getikt vanwege de politieke vervolging van ex-minister Hoefdraad. Bij de fraude bij SLM hebben de verdachten een uitreisverbod gekregen en toch zitten ze allemaal in het buitenland. Waarom is Interpol niet ingeschakeld voor De Haan en Bisesser, maar wel voor Hoefdraad? Recente drugszaken, waar verdachten vrij uit zijn gegaan vanwege vormfouten of vanwege geen testmogelijkheden. De blauwe ARA's uit Brazilië zijn verdwenen onder toezicht van het OM. En niemand weet er wat van. Volgens de Braziliaanse autoriteiten zijn zeker 5 Surinaamse politici betrokken bij een drugstransport. Is er al contact gemaakt met Brazilië om informatie te krijgen? Ondertussen wordt de staat Suriname internationaal aangeklaagd vanwege mensenrechten schendingen en politieke vervolging. Het vertrouwen in de rechtspraak is, zoals de president van het Hof zelf ook zegt, in het geding. Wat is dan de rechtvaardiging voor al die forse loonsverhogingen voor in ieder geval het OM in de afgelopen 4 jaar? Het lijkt er bijna op alsof ze worden beloond om een oogje dicht te doen. Klopt dat? En dan met betrekking tot de loonsverhoging voor DNA-leden. Ik ben het helemaal met u eens als u zegt dat de tegemoetkoming van DNA-leden veel te laag is. Van de 3 machten verdienen we het minst. Maar heeft u enig idee wat de rest van de samenleving moet doormaken als zelfs een DNA-lid niet kan uitkomen, voorzitter? Waarom behandelen we niet de wet openbaarheid van bestuur? De wet is al lang ingediend door de oppositie.
Waarom is het productiedelingscontract van Total Energy niet allang bij DNA geweest voordat er is getekend? Waar zijn de beloofde verslagen van al die presidentiële onderzoekscommissies? Wanneer gaan we eindelijk de EBS-tarieven hier bespreken? In plaats van belangrijke wetten te behandelen, waar de samenleving wat aan heeft, komt u met deze wetten voor loonsverhoging voor de top. Echt geen enkele burger in Suriname zit hierop te wachten. U bent volksvertegenwoordiger. Welk volk vertegenwoordigt u? De president en de ministers komen geen verantwoording afleggen in DNA en de moties van de opposities worden niet behandeld. En als ze al worden behandeld, zoals de motie voor de slachtoffers van de overstromingen aan Brokopondo om ze financieel bij te slaan, die worden weggestemd door de meerderheid van de coalitie. Maar we willen loonsverhoging. Na 3i toch, voorzitter. En dan zeggen de initiatiefnemers, lid Gayadin, lid Jordan, dat de loonsverhoging niet voor ons geldt, maar voor het volgende termijn. Voor het volgende parlement. Als u eerlijk bent, dan moet u zich niet kandidaat stellen voor het volgende termijn. Maar ik kan nu al zeggen dat vooral de twee initiatiefnemers een hele hoge positie zullen hebben op de kandidatenlijst. En het zijn allemaal drogredenen en het is doorzichtig. Het blijkt steeds weer dat de prioriteit van deze coalitie niet het volk is. Als je de salarissen van de top met 400% wilt verhogen, ik herhaal, als je de salarissen van de top met 400% wil verhogen, verhoog dan het salaris van alle ambtenaren met 400% in plaats van die lousie 25%. En daarvoor hoeft de president niet eens naar DNA te komen. De president heeft gezegd in zijn jaarrede, we laten niemand achter. Maar wederom blijkt dat wat hij zegt, compleet het tegenovergestelde is van wat hij doet. Ik eis dat de initiatiefnemers, lid Gayadin en lid Jordan, deze asociale wetten onmiddellijk intrekken. Hoe durft u te praten over loonsverhoging voor alleen de top met allerlei ellende dat er nu gaande is in het land? U moet zich diep schamen. Het is gewoon hebzucht en ik werk daar niet aan mee, voorzitter. Daarom roep ik tenslotte via u, voorzitter, de totale samenleving op om goed te kijken naar wat er hier gebeurt. Zorgt u ervoor dat deze initiatiefnemers en zeker de leden die hier voor deze wet gaan stemmen, dat ze stuk voor stuk op 25 mei 2025 worden weggestemd. Recht en waarheid maken vrij, voorzitter. Gado de Wifisimang, ik dank u.